Misschien heb je wel geleerd dat 100% alles is. Maar wat als je nou toch een beetje meer wil? Stel je voor, je hebt een bijbaantje en je verdient 50 euro per week. Na een tijdje krijg je loonsverhoging en verdien je 5 euro per week meer. Dat is 10% van die 50 euro erbij. Eigenlijk verdien je nu dus 110% van wat je eerst verdiende. Zo ben je dus op een percentage gekomen wat meer dan 100% is. Waar je dit veel tegen kan komen, zijn bijvoorbeeld de prijzen van producten. De prijs die je in een winkel ziet is vaak inclusief BTW. BTW is een belasting die je moet betalen bovenop de prijs die de verkoper graag voor het product wil krijgen. In Nederland is dit vaak 21%. De prijs inclusief BTW, dus met BTW er al bij, is dan dus ook 121%. Neem deze telefoon. De prijs die de verkoper ervoor wil hebben is 300 euro. Maar hier moet de BTW nog bij. Om dit uit te kunnen rekenen, kunnen we alles in een tabel zetten om de prijs inclusief BTW te berekenen. We zetten de prijs boven en het percentage onder. Als we alles invullen wat we al weten, kunnen we opschrijven dat we al weten 300 euro is 100% en we willen graag naar 121%. Dit kan met 1 als tussenstap. Van 100 naar 1 is delen door 100 en daarna keer 121. Doen we dit ook met de prijs van 300 euro, dan krijgen we 300 gedeeld door 100 is 3 en dat keer 121 is 363. De prijs inclusief BTW voor deze telefoon is dan ook 363 euro. Het kan natuurlijk ook andersom, dat je de prijs inclusief BTW al weet en dat je juist de prijs zonder dus exclusief BTW moet uitrekenen. Bijvoorbeeld een mooie nieuwe rekenmachine voor in de wiskundeles kost inclusief BTW 20 euro. Wat is dan de prijs exclusief BTW? Eerst maar weer alles in een tabel zetten met prijs boven, percentage onder. De prijs van 20 euro is 121%. We willen 100% weten en nemen de 1 als tussenstap. Om van 121 naar 1 te gaan, delen we door 121. En dan keer 100. We doen dit ook met de prijs van 20 euro. Delen door 121 keer 100 geeft 16,53 euro. Afgerond op centen. Dus de prijs exclusief BTW is 16,53 euro. Misschien heb je gezien dat ik bij de laatste tabel niets heb ingevuld bij het middelste vakje van prijs. Dat komt omdat 20 gedeeld door 121 nogal een onhandig en lang kommagetal oplevert. Ik kies er dan ook voor om die tussenstap niet op te schrijven en direct met het antwoord door te rekenen op mijn rekenmachine. Zo voorkom ik ook dat het eindantwoord fout is omdat ik tijdens het uitrekenen al een keer afgerond heb. Wat niet mag. Afronden mag alleen bij je eindantwoord. Meer dan 100%, dat is voor jou nu geen verrassing meer. Misschien wil je nog wel sneller leren rekenen met procenten. Kijk dan ook zeker de rest van onze video's over dit onderwerp. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.